Hallo lieve mensjes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe fanmail aflevering 16 alweer. Het is zo leuk om dit te doen, want ik heb weer een aantal dingen ontvangen. Ik ga vandaag maar liefst 2 brieven doen. Ik doe eens gek. Ik heb namelijk een brief en op de voorachterkant staat ook dik uit YOLO. Ik hou van YOLO brieven. En voor mij gaat het best wel lang duren, want ik zie dat het een heel dikke brief is. En het is ook altijd de vraag, is het getypt of is het geschreven? Wauw. Dit is gaaf. Oké, ik begin bij het begin. Ik laat me eens zien. En dan natuurlijk echt heel mooi het YOLO By Your Town logo. Ik vind hem echt heel vet. Wauw. Ik zie al dat ik iets moet joinen van de IP. Dat ga ik ook zeker doen. Beste Vincent, hallo. Wij zijn Tim en Ralf. En Ralf logeert... Oh, wacht. Het is overnieuw. Hallo, wij zijn Tim en Ralf. En Ralf die logeert bij mij. We kennen elkaar via Minecraft. We hebben een Minecraft server. En we hebben jouw hulp nodig om de server mooier en beter te maken. We hebben geen plugins nodig. En trouwens, wij zijn je één na grootste fan. En wij kijken jouw video's dolgraag. En wij lachen ons kapot. We hebben een YouTube kanaal en die heet NL King Games. Zou je ons willen steunen dat ze op ons willen abonneren? Want wij willen ook net zo beroemd en gaaf worden zoals jij. We hopen dat je ons helpt. Nou, ik laat de naam gewoon lekker in beeld zien. NL King Games. Dus kijk even op hun kanaal, zou ik zeggen. Waarom niet? Hier is onze Skype-namen, Tifo en Ralf Makiewicz. Wij willen ook met een video meedoen. Staat toch onder op potlood. PPS, zou je ons willen helpen? Hier is de IP. Nou, ik heb een IP-adres gekregen. Ik kan wel zeggen dat ik niet kan helpen, want ik heb het druk genoeg met mijn eigen server. Dat is logisch. We bouwen eigenlijk continu eraan. Dus ik kan wel langskomen en even kijken hoe het eruit ziet. En tips geven, dat wil ik zeker doen. Dus dat doe ik sowieso. Gaan we naar de volgende e-mail. Of de volgende. En dat is een klein briefje. Heel cute. Een heel klein envelopje met een heel klein briefje. Daar hou ik ook van. Vind ik geweldig. Oké. Helaas geen kleurrijke brief. Staat er achterop. Ik word al gelijk gedisappointeerd. Nee hoor. Dit is de brief. Ik ga hem voorlezen. Oh, dit wordt heel. Dit wordt een ontcijferbrief, dames en heren. Ik ga het proberen te lezen. Hey Vincent. Ik weet dat mijn handschrift kut is. Het wordt al gelijk vermeld. Nee, sorry. Nou, ik kan het nog wel lezen hoor. Ik ben 15 jaar en ik kijk al een half jaar naar jouw kanaal en je doet het goed. Nou, daar ben ik wel blij, omdat iemand dat gewoon zegt tegen me. Ik had al vermoeden dat ik het niet goed deed. Ik ben ook een Xboxer, zoals jij. Misschien een keertje online gamen? Nou, voeg me toe, vind ik niet erg. Maar of ik online kan gamen, weet ik niet, want mijn Xbox verloopt en ik speel alleen maar Lego games en die kan je toch niet online spelen. Ik wilde nog wat bijsturen, maar dat doe ik de volgende keer wel. Oké. Een aanrader als game... Battlefield 4 Online. De graphics zijn echt pro. En het is echt mooi om te zien. Voor de rest zeg ik voor nu... Iets met awesome en blijf filmpjes maken. En misschien zie ik je wel in een game. Met vriendelijke groeten Roberto aka Swango 17. Hier een random tekening. Nou, je ziet een random tekening. Oké, bedankt voor de brieven. En wil je ook zo'n leuke brief sturen naar mij? Of je kanaal misschien promoten? Of wil je gewoon een leuk goodie item sturen van Disney? Weet ik het allemaal niet. Wil je iets kwijt aan me? Stuur een mailtje naar vincentborietjes@gmail.com, mijn e-mailadres. Vraag of je mijn adres wil. Ik stuur mijn adres naar je toe en jij kan dan wat leuks sturen. En dan kom jij met je brief in de video. Voor een leuke video geven, Roen, heb je vergeten niet te abonneren. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe fanmail aflevering 17 alweer. Doei doei!